Welkom bij Jill. Leuk dat jullie thuis weer kijken. Ik heb hier twee heel leuke mensen in mijn studio. Jill Knudde, Jill, mijn naamgenoot. Hallo. En Aisha van Zeelen. Hey Aisha. Dank Jill. Hey. Aisha, wij kennen jou van, ja, ik denk dat de meesten jou kennen van The Sky is the Limit. Dat is toch alweer even geleden. Hoe lang geleden is dat? De eerste opnames dateren ondertussen al van 2015. Ja. Zie, dat is alweer zes jaar geleden. Zes jaar geleden. Dat is niet normaal. Ja. Ik weet dat ook van vorige week of zo. Dat dat, nee, dat kwam. Dat nu gewoon heruitzendingen zijn, Jill. Ah, is dat? Ah, dat wist ik zelfs niet. Oké, super. En was dat een leuke ervaring mee te doen? Of, had je zoiets van, doe dit niet meer? Of vond je het echt wel leuk? Goh, dat was een op zich achteraf bekeken een zeer leuke ervaring. Het heeft ook wel enkele deuren voor mij geopend. Dus ik ben daar zeer dankbaar voor dat ik aan kunnen deelnemen. Maar goed, ja, ik was toen nog wel een paar jaar jonger. Ik had nog geen mediatraining gehad en dergelijke. Ja. Dus moest ik het nu opnieuw kunnen doen? Veronderstel ik dat het allemaal net iets anders gelopen was. Maar al bij al. Maar je zou het wel opnieuw kunnen doen. Zeker en vast. Ja. Zeker en vast was een leuke samenwerking ook met Peter Boeks. Dus ja. Ik zou het leuk zeker opnieuw doen. Ja. Oké, super. En ja, Jill Knudde, jou hebben wij gezien bij Jonge Wolven. Ja. Je bent een onderneemster, een jonge onderneemster. Want jij bent zelfs 23, denk ik. Of ik ben 24? Net 24 geworden. Dus een hele jonge onderneemster met de naam Bikini Body. Leg uit, wat is Bikini Body en hoe lang doe je dit al? Ja, Bikini Body, we waren er straks nog over bezig. Aisha was eigenlijk een van mijn eerste klantjes. Oh, leuk. En ik denk dat jij dat ook wel zo zult geweten. Ik heb dat ook. Ik denk dat Aisha nog voor mij was. Nog dan. Voor, ja. Ja, voilà. Dus dat was eigenlijk 3 jaar geleden een beetje een sociaal experiment op mezelf. En dat is eigenlijk in de keuken begonnen. Ik wou eigenlijk afslanken en dan ben ik sapjes beginnen doen, thees. En zo is dat eigenlijk groot geworden via social media. Ja, dat is super groot, want je hebt, denk ik, hoeveel volgers heb je al op Bikini Body? 35.000. Zie, ja, voor zo'n korte tijd. Nee, chapeau. Ja. En je hebt nu ook je eigen kledinglijn, Comme elle Louis. Dus dat is eigenlijk voor hem en voor haar. Dat klopt. En ik zie dat Aisha een trui van jou draagt. Ja, voilà. Healthy and rich. Ja, super leuk. En op de achterkant staat en good looking. Dus dat zijn zo. Ja, die moet ik eens draaien? Ja. Maar echt heel leuk. Het is ook een soort van, het past bij Bikini Body ook. Hè? Want ja, dat is zo wat. Het is zo wat een tracksuitbedrijf. En ik wil zo echt op de sustainability van het ondernemen beginnen inspelen. Want dat toch wel heel belangrijk is om zo milieuvriendelijk eigenlijk te werk te gaan. Dus we zijn een 100% organic tracksuitbedrijf. Heel tof. En met heel leuke catchy quotes, leuke kleuren. En voilà, je ziet het. Goed bezig. Voilà. En Jonge Wolven, was dat een leuke ervaring voor jou? Zeker. Ik denk, zoals Aisha ook gezegd heeft, dat heeft enorm veel deuren voor mij open gedaan. Dat was heel goed naar mijn business toe. Ik heb enorm veel mensen kunnen bereiken daarmee. Okay. Dus ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Allee, super. En staat er nog een nieuw projectje in de toekomst die erop staat? Ja. We zijn nu zo bezig met verschillende nieuwe dingetjes ook te doen. We weten het nog niet zeker, want met de COVID, je weet niet hoe dat alles gaat uitdraaien. Nee, dat weet je nooit. Nee. Dus, maar er zijn nog wat nieuwe ondernemingsprogramma's die dat zo in de running. Spannend. Dus, Oké, we gaan meteen beginnen met het spel. Dus er komt eigenlijk een zinnetje hier te staan en die moeten jullie aanvullen. Het is echt super chill en heel luchtig. Het is niet moeilijk, het is niet de slimste. Okay. Ja, maar het is gewoon aanvullen. Dus we beginnen met de eerste vraag. Mocht ik kunnen, dan verhuis ik naar. Dat horen jullie zo meteen. Welkom terug bij Jill. Als ik mocht verhuizen, verhuis ik naar. Aisha, waar zou jij naartoe willen verhuizen? Alles op deze wereldbol. Goh, bij mij gaat er eigenlijk niet echt om over waar dat ik woon. Voor mij is, ik ben nogal een huiselijk type. De persoon met wie dat ik samenleef. Ik heb bijvoorbeeld... Ik ben opgegroeid in Lokeren. Ik ben dan voor mijn vorige partner naar West-Vlaanderen verhuisd. Ik heb daar 10 jaar gewoond. En ik heb nu mijn huidige, zeg ik maar, liefde leren kennen. En ik ben ondertussen verhuisd naar Antwerpen. Hopelijk natuurlijk worden wij samen oud. En stel dat wij later op onze iets oudere dag beslissen om naar het buitenland te verhuizen, dan zal dat een samenspraak zijn. En mij maakt dat eigenlijk niet uit waar dat wij wonen. Nee, als we maar samen zijn. Niet direct, nee. Nee, ik kan mij eigenlijk overal snel aanpassen. Ik heb ook een voorbeeld. Ik heb tijdens mijn studententijd heb ik altijd vakantiejobs gedaan in het buitenland. 2 maanden daar, 2 maanden daar. En elke zomer was dat ergens anders.
En dat was allemaal zeer tof. En ik kan me zeer snel in een nieuwe situatie aanpassen. Ja. Maar om nu te zeggen van, ik droom nu van die of die locatie in het buitenland. Eigenlijk niet. Mij gaat meer om met de persoon met wie dat ik het doe. Dat en dan, ja, dan maakt dat niet uit. Dan bespreken we dat samen wel. Waar we ons geluk gaan verder zetten. Ja. Maar ik heb daar nu niet onmiddellijke dromen over. En kom jij, want jij komt oorspronkelijk niet van België, denk ik? Nee, ik ben geboren in Sri Lanka. Ah. Maar ik was een vondeling, dus ik was een mooi verhaal. Mijn ouders stonden op een adoptielijst. Ja. En ik was 8 dagen oud toen zij er al waren. Aangezien dat ik vondeling was, ze contacteren dan onmiddellijk het adoptiebureau. Dus zij zijn onmiddellijk op de eerstvolgende vlucht naar Sri Lanka gestapt. Dus ik was 8 dagen oud als zij daar waren. Ik was 3 weken oud als ik al terug landde in Zaventem. Allee, dus, Oh, dat is kei. Ik heb eigenlijk nooit Dat is wel zot. En zie jij je ouders soms nog dan? Of die mijn biologische ouders? Biologische. Nee, want dat ik was vondeling. Nee, dus dat was ik weet vondeling. Ook niet wie dat mijn ouders zijn. Amai, dat is wel zot eigenlijk. Ik heb mijn ouders zijn uiteraard mijn adoptieouders. Wel, mijn ouders hebben bijvoorbeeld die keuze gemaakt. Zij zijn in juni verhuisd naar Spanje. Oh. Om daar een oude dag verder te zetten. Dat is ook goed voor u, hè? Kun jij eens vaak niet van plan om terug te komen? Absoluut. Ja. Ja. Kijk, wat Miguel en ik tijdens de voorgaande maanden zijn we daar ook eens een paar dagen op bezoek geweest. Ja, dus, dat is tof. Allee, super. Dan gaan we eens over naar Jill. Zalig. Waar zou jij naartoe willen verhuizen? Ik ben heel benieuwd. Kei mooi wat dat ze zegt. Dat is mooi, hè? Ja, wel, dat is bij mij natuurlijk ook. Als je met je partner bent, dan, dat maakt het niet uit. Dan kunnen wij droppen. Dat is wel waar. Op elke plek in de wereld. Maar als ik echt mocht kiezen, ik ben nu op vakantie geweest, een langere tijd eigenlijk, naar Dubai. Mm-hmm. En ik vond dat zo een kei goed geregeld land. Super gestructureerd. Veilig. Ze zijn natuurlijk heel veilig. Altijd zon. In de zomer is dat natuurlijk veel te warm. Ja. Dus ik kies voor de zomer voor Ibiza. Vind ik heel leuk. En dan in de winter zou ik kiezen voor Dubai. Ja, dat is leuk. Ja. Voilà. Dan kunnen ze wat afwisselen. Ja, dat zie ik nog wel voor mij. Ik denk ook niet dat jij zo iemand zei die denk ik altijd in België blijft. Ja, wel. Ik hou wel van België. En uiteindelijk, dat Antwerpen, dat heeft wel iets. Hè, zeker en vast. Maar als ik echt al het geld op de wereld zou kunnen hebben, dan zou ik dat doen. Ja, en dan kun je ook altijd heel veel reizen en heel veel de wereld zien met de liefde van een huis in Ibiza, een huis in Dubai en een huis in Antwerpen. Dan kunnen we switchen. Voilà. Ja, Oké, nee, super. Dan gaan wij over naar de tweede vraag. Ik zou wel eens op date willen met. Ja, dat kan een celebrity zijn, dat kan iemand zijn die je al kent. Dat kan alles zijn. Dus dat horen jullie zo meteen. Welkom terug bij Jill. Ik zou wel eens op date willen met. Dat vraag ik aan Jill. Wel, ik moet eens even over nadenken. Ik ben heel blij met mijn relatie nu. Maar als ik mijn stoute schoenen aantrek, dan... Ik weet het niet, met Zac Efron of zo? Of met die ene van The Holiday, die vind ik kei knap. Echt, de Holiday? Met Cameron Diaz? Nee, dat is de man. Nee, maar dat is de film met Cameron Diaz, toch? Ja. Wacht, hè? Hoe noemt hij nu weer? Ja, ik zie hem voor mij. Jude Law. Eigenlijk hoe dat hem is in The Holiday, eigenlijk zou ik dan Paris Hilton... Paris Hilton was zeker weer... Cameron Diaz, heb ik het wel. Ze is B. Ze is eigenlijk gewoon... Dus zou ik eigenlijk Cameron Diaz voor zijn in The Holiday, Als ik dan toch... Jij zou dat nog wel kunnen. Jij hebt zo'n lookalike van Cameron Diaz. Nee. Dat is eigenlijk wel. Oh. Ja, dat is wel. Dat is, heel lief. Nee, maar oké. Dus Zac Efron of Jude Law. Mooi. Ja. Dat zijn twee knappe mannen. Ja, voilà. En jij, Aisha? Jill, ik kijk niet naar andere mannen. Ik ben zeer gelukkig in mijn huidige relatie. Ja, dat staat niet. Nee. Maar gewoon een... dat kan iedereen zijn. Hè? Eigenlijk... die een acteur, maar ik ken zijn naam niet, maar ik vond dat wel immens sexy. Die van 365 Days. Oh my god. Dat is een mooie man. Ik ken zijn naam ook niet. Ja, maar ik weet wie je bedoelt. Het was een hele... mensen die nu denken van, oké, ik wil je nu opzoeken, gewoon op Google 365 Days. Ja, dus die zou wel eens zijn sloefen even onder mijn bed mogen zetten. Ja, dat is een knappe man. Ja. Dat is heel We kunnen met z'n allen op date, jongens. Wat is eigenlijk voor jullie belangrijk? Is dat, natuurlijk, het innerlijk is het belangrijkste. Maar waar val je zo? Wat zijn de belangrijkste punten in een man voor jou, Jill? Ik vind vertrouwen heel belangrijk. Dat ik eigenlijk er alles tegen kan zeggen. Meer zo een safety, een safe haven. Dat ik mij altijd op mijn gemak kan voelen, is voor mij heel belangrijk. Ik moet er natuurlijk wel een beetje tot aangetrokken voelen. Ja, dat is ook wel belangrijk. En gewoon dat hij super lief is. Humor? Voor mij. Dat is humor en liefde gewoon. Dat hij enorm lief is. En, En jij, Aisha, waar val jij op? Zo? Ik voel daar een Jill wel aan. In eerste instantie, ik ben ook een liefdevol, warm persoon. En ik hoop dat dan natuurlijk dat mijn partner mij dat ook kan geven. Vooral geborgenheid vind ik als vrouw belangrijk.
En ja, ik denk ook wel dat we complementair zijn aan elkaar. Hè. Dus dat is ook wel belangrijk. Je moet natuurlijk bepaalde gelijkenissen hebben. En je toekomstvisies moeten ergens wel toch elkaar raken, zal ik maar zeggen. Maar je moet toch ook een beetje complementair zijn aan elkaar. Elkaar aanvullen op bepaalde vlakken. Maar ik vind als de basis liefde, dan zijn we zeker al op goede weg. Ja. En jullie hebben allebei dus een relatie. Jill, hoe lang ben jij al samen met je vriend? 4 jaar en een half nu. 4 jaar en een half, ja. Dat is al even. Dat zeker omdat jij ook zo, jij bent 24. Ja, dus voilà. Dat begint. En Aisha? Ik ben nu in mijn huidige relatie. Ik hoop trouwens dat het ook de man is met wie ik oud mag worden. Hoe dat ik het nu zie, dat is echt wel de man van mijn leven. Ben ik ondertussen 8 maanden samen. Ah, maar toch goed. Wel 8 maanden, ja. Dat is ook, ja, 8 maanden, dat begint, hè? Dat begint. Dat begint. Ja, dat begint te tellen. Na jaren, dan is dat niet meer beschamelijk als de mensen dat vragen. De volgende seizoen in de Jill Show, als jullie komen, dan zo... Ik kom... Ja. Nee, maar ja, weet je wat het is? Ik kom uit een relatie van 9 jaar. En dan denken ze van, en nu moet ik opnieuw zeggen, ah, hoe lang zijn jullie samen? Ah, 1 maand. Ah, 2 maanden. En nu is dat zo al 8 maanden. En ik verlang zo, na dat eerste jaar kijken de mensen niet meer raar. Ja, dat is wel zo. Was je 9 jaar samen met je vorige man? Ja. Lang, hè? Amai, dat is heel lang, ja. Ook met de nodige ups en downs. Maar dat is iedereen. Dat is bij iedereen. En dat moet er ook zijn, iedereen, zo. Ja. Dus, dat is hier precies zo dat de profiel. Ik denk dat dat vooral de passionele relaties zijn. Ja, relaties. Inderdaad. Ups en downs. Dat is waar. Zeker. Oké, we gaan verder naar de volgende vraag. Angst voelde ik voor. Waar voelen deze twee mensen angst voor? Dat horen jullie zo meteen. Welkom terug bij Jill. Angst voelde ik voor. Jill, waar heb jij al eens angst voor gevoeld? Of waar voel je angst voor? Oh, ik ben eigenlijk wel een angstig persoon. En veel mensen zullen zeggen van, oeh, jij angst. Hè? Jij doet die programma's altijd mee. Je hebt overal een antwoord op. En op Instagram altijd de grote zwier. Maar ja, dat is zo. Maar eigenlijk ben ik een heel angstig persoon. Ik heb heel veel angstaanvallen. Als ik op een vliegtuig stap, ik reis heel veel. Dan krijg ik hyperventilatie. Ik moet echt van die rescue spray kopen. Heel goed trouwens, voor de mensen die dat ook hebben. Ja. Rescue spray. Ik heb angst in grote groepen. Bijvoorbeeld in een sportpaleis, dan weet ik al direct waar dat een uitgang is. Angst voor te falen. Ik denk dat ik heel veel dingen perfectionistisch wil doen. Dat is mijn probleem, denk ik wel vaker. En dan begin ik te panikeren. Ja, dus. Ja. Dat perfectionistisch, dat is niet altijd goed. Hè? Want dat is niet altijd goed. Nee. Allee, dat is een plus en een minpunt, dat is waar. Ja, maar dat vreet toch ook aan. Ja. Dus je kunt niet alles perfect doen. Nee, en perfectionisme bestaat gewoon. Dat bestaat zeker niet. Want ik had ook gezien dat jij onlangs een podcast van iets had gedaan. Ja, dat was tof. En dan ging het ook over perfectionisme. Hè? Ja, dat niemand kan perfect zijn. Titel perfectionisme bestaat niet. En dan zeg je heel veel van mijn volgers, jawel, jij bent perfect. Inderdaad. En dat geeft mij dan weer angst. Dan denk ik, van, nee mannen, dat bestaat niet. Je bent niet perfect. Niemand is perfect. Het lijkt wel allemaal zo perfect, maar het is zo perfect dan dat je zelf laat zien op Instagram. Dat is gewoon social media. Dat is filterje daar, Elk mens heeft wel zijn... Dat is waar, issues. Zoals jij nu zegt, ik heb angst. Ja, niet iedereen denkt dat. Dus, ja. Ja, voilà. En jij, Aisha, waar heb jij angst voor gehad of heb je angst voor? Ja, ik vind het frappant, want wij kennen elkaar eigenlijk al een tijdje. Ik denk dat van jou ook niet is, maar ik heb dus ook ondertussen al iets meer dan een jaar last van paniekaanvallen. Ik praat er ook nooit met mensen over, maar ik ben daar wel voor naar het ziekenhuis geweest, naar de hartspecialist ook en zo, vorig jaar. En dat is begonnen met kleine dingen, maar onlangs ook er gebeurt bijvoorbeeld iets en ik zit dan echt in mijn auto en dan moet ik mij aan de kant zetten, want ik voel dat opkomt en je kunt je op niks meer focussen. En dan zeg ik moet mij aan de kant zetten. Ik zeg, ik ga hier anders zo meteen een accident tegenkomen. Bijvoorbeeld angsten als mensen te dicht tegen mij rijden. Dus alsjeblieft aan alle kijkers. Waar is de camera? Als je Aisha hier ziet. Als je mij ziet rijden. Hou afstand. Ja. Ik heb eigenlijk angstiglijk... Voor 3 dingen. 1, dat ik zou sterven in een auto-ongeluk. Dat ik zou sterven in een vliegtuigcrash. Oh, dat brand. De dood eigenlijk. Dat is, echt, ik heb er immens veel angst voor. Ja. Ik denk dat veel mensen angst hebben, maar dat die er gewoon zo niet over praten. Ja, dat is. Ik denk dat iedereen wel angst heeft. Paniekaanvallen, dat is echt iets, dat kan over alles gaan. Ja. Dat kan over iemand zijn die dat dan jammer nog geen goede bedoelingen heeft met mij. En dan krijg ik bijvoorbeeld een mail binnen en dan lees ik dat. Dan begint dat echt op. Dan denk ik, oké, Aisha, focus. Er is zo meteen een afrit. Rijd af, kalmeer even en rijd dan verder. Ja. Dat is eigenlijk heel onschuldig. Ik ben daarvoor naar de dokter geweest en die zegt hyperventilatie en nu helemaal, dat is eigenlijk iets all in the mind. Hè. Je gewoon tegen je eigen kunt zeggen van, je hebt een... Go with the flow. Alles komt goed. Ik heb van die stenen, jullie weten dat, van die kristallen. Dat helpt mij als ik die... Ik heb die bij mij, die is er mee. Hè. Ik ook altijd. Een steen bij, dan leg ik die op mijn hartchakra. Ja.
En dan ben ik rustig. En krijg ik dat cadeau van jullie voor mijn verjaardag? Ja, dat is goed. Wij kennen een goeie winkeltje. Ja, ja. We zijn er al samen. Ja, ik vind dat zo. Ik geloof echt in die spiritualiteit ook. Ik ben daar heel erg mee bezig. Ja, ook, sowieso. Zo dat lezen en dat over alles. En meditatie vind ik ook heel belangrijk. Ja, ik vind dat ook. Het is allemaal in de mind. En sommige mensen zeggen van, amai, zeg, was dat voor iets zot? Maar ik denk, weet je wat, als dat jezelf helpt, kwaad kan het niet. En als jezelf dat helpt met je beter te voelen, why not? Dat is, sommige mensen die lachen nu echt. Zo mij lachen ze altijd uit. Hocus pocus zeker. Ja, dan zeg ik altijd, boeien, ik geloof erin. Ja, dat is belangrijk. En mindset is everything. Ja, als dat goed zit, dan gaat alles goed. Ik geloof dat. Dat geloof ik ook in. Dan komt alles naar u met ease and peace. Dat is wat zingen, die film, The Secrets. Ja, The Secrets. Ik heb die niet gezien. The Secret. Ik heb wel een boek gelezen. Is die verfilmd? Ja, is verfilmd op Netflix. Zeker zien. The Secret. Dat is echt Dat is bangelijk. Dat is ook oefeningetjes doen. Ja, oefeningetjes doen. En dat is gewoon, dus als jij streeft naar iets, dan moet je er ook naar streven, want dan komt het ook. Ja. The Law of Attraction. The Law of Attraction. Dat is ook zo'n boek, The Secret, die dat ook in het zakelijke leven gebruikt wordt. Hè. Ja, veel zaakvoerders laten hun medewerkers die een boek ook lezen. Dat is, en je hebt echt zo van die lezingen en cursussen. Ja. Ik ga dat nu doen binnenkort doen met mijn personeel. Dan moeten ze allemaal mee. Ja, dat wil ik. Dat vind ik geweldig. Ja. Zoiets. Dat is een leuk teambuilding. Ik vind dat ook leuk. Dat je elkaar zo wel leert kennen. Want wie staat er voor open, wie niet. En dan... Dat is waar. Oké, super. Dan gaan we weer verder naar de volgende vraag. Ik kan al niet meer praten. Verder naar de volgende vraag. Oh. Het mooiste wat ooit iemand tegen me zei was. Dat horen jullie zo meteen. Welkom terug bij Jill. Het mooiste wat iemand tegen jou zei, Aisha. Wat is dat? Weet jij dat nog? Oh, ja. Ik heb hier uiteraard al veel mooie woorden naar mij toe. Nee. Ik heb, zoals je weet, heb ik enige tijd geleden mijn vorige partner verloren. Ik was dan eens uitgenodigd op de boot bij Gert Late Night voor daarover te praten, een vijftal maanden na het overlijden. En ik was er zeer nerveus voor. Ik was daar immens zenuwachtig voor. Snap ik. En ook omdat je weet, perceptie is altijd realiteit. Hoe dat je dan, het moment dat je het te berden brengt, dat is ook sowieso hoe dat mensen nu verder ook gaan afschilderen, zal ik maar zeggen. En... op zich was ik nerveus voor. En op het moment dat ik mij daar neerzette, was ik zo op mijn gemak. Dat moet ik eerlijk zeggen. En alles kwam eruit. En eigenlijk heel die periode, de aanloop naar... De eerste complicaties, het aftakelingsproces, het overlijden. En dat is allemaal zo aan bod gekomen. En wat ik zeer hartverwarmend vond, dat was nadien hoeveel kijkers die mij... berichten, brieven, e-mails gestuurd hebben van Aisha, die eigenlijk in dezelfde situatie zit. En van, je hebt eigenlijk verwoord wat dat wij allemaal voelen. En dat is zo mooi gezegd, want uiteindelijk, jij zit dan niet wat een publiek figuur. En je hebt eigenlijk verwoord hoe dat wij ons destijds gevoeld hebben. En je kunt dat niet begrijpen als je dat zelf niet meegemaakt hebt. En dat was voor mij zoiets van, oké, goed. Ik ben dan misschien de klankbuis geweest voor andere mensen, maar ja. Mensen hebben dat ook graag, hè? Dan zo'n verhaal is even te horen van, hoe dat allemaal... Ja. Die Aisha die komt met haar gezicht op tv en die heeft daar ook zo gevoeld als ons. Die zit daar ook met tranen in haar ogen. Die heeft ook heel veel hartzeer gehad, weet wel. Ja. En dan, die heeft ook een zorgend, moet ik het zeggen, een zorgend iets in haar. Ja. Die heeft dat ook het zorgpersoneel vervangen. Misschien verwachten ze dat ook niet van u in Sky is the Limit of zo. Nee, absoluut. En daarna, niet, ook dat daar weet ik is perceptie altijd realiteit. Natuurlijk, het is altijd kritiek op alles. Hè? Ja, het is dat. Ja. En die heeft een bepaald moment ook die zorg op haar genomen. En mensen dat meegemaakt hebben, die weten exact hoe dat in zijn werk gaat. Die weten hoe zenuwslopend dat is, hoe pijnlijk dat is, hoeveel nachten dat je in je bed ligt te huilen en te Tuurlijk. Doen. En dat was voor mij zeer hard verwarmd, dat ik daar heel veel zeer positieve commentaren op heb gekregen. Ja, dat is mooi. En Jill, jij? Ik heb er kippenvel. Ja, ik ook. Schoon. Ja, mooi. Ik was ook zo echt wel aan het luisteren. In die periode zat dan ook midden in de corona en dat deed dan zo deugd. Ja, dat snap ik. Zeker omdat je er ook zo nerveus voor werd. Je zei het dan nog niet. Ja, dat was nog maar 5 maanden geleden. Want hoe lang is dat nu geleden, als ik het mag vragen? Wanneer uw ex-man is overleden? Wanneer Filip is overleden op 6 januari 2020. En, dat is nog amaijk. Ja, en ik ben in Gert Late Night gekomen op 5 mei, dacht ik. Dat was 5 mei. Maar dat was ook midden in het tijden van corona. Dus ja, en dat was dan wel leuk voor een keer. Hey, want je zit dan natuurlijk alleen. Ja. Voor mij die maanden, ik heb Miguel leren kennen 8 maanden na het overlijden van Filip. Voor mij die 8 maanden, dat leek wel 8 jaar dat ik alleen geweest ben in corona. Alles tuurlijk. Is dicht, je zit thuis, je kunt niet afspreken met je vrienden en familie. Dat is nog echt om na te denken. Dus, en toen dat heeft mij enorm veel deugd gedaan om van de kijkers zo'n positieve commentaar
commentaar. Ja, tuurlijk. Dat snap ik. En jij, Jill? Bij mij het mooiste wat iemand ooit tegen mij zei, dat was eigenlijk een paar weken geleden, denk ik. Ja? En dan, zoals jullie weten, bikini body, ben ik bezig met sapjes, healthy en dit en dat. En dan besef je toch wel dat gezondheid super belangrijk is. Zeker nu in deze periode, we leven met de pandemie. Dat was eigenlijk iemand die dat chemotherapie ook krijgt. Ja. En die was in haar laatste stadium bezig. Dus die was wel in haar genezingsproces positief geëvalueerd. Dus die mocht stoppen met de chemo. En die ging dan sapjes doen. Dus haar dokter had gezegd van je moet genoeg je lichaam cleansen. Niet te veel alcohol, niet roken, geen junkfood. En 3 dagen eigenlijk je lichaam is cleansen. Dat was goed. Dus die had dat dan gedaan. En die had mij dan een berichtje gestuurd dat ze zich in heel die jaren dat ze heeft afgezien zich nog nooit zo goed heeft gevoeld dan met onze producten. Amai, dan heb je zelf kippenvel en tranen in je ogen. Ja, dat was echt een dankbaar moment. Ik heb echt iemand kunnen helpen. Als je dat kunt doen met je job, dan moet je precies echt nooit meer een dag in je leven werken. Dat heb ik echt, echt super dankbaar. En dan dacht ik van oké, tuurlijk. Dan geeft dat je weer een nieuwe kick om te blijven innoveren, zeker met de zaak. Dus dan heb ik toch ook een tranen. En ook zoals je zo'n mensen die dat allemaal meemaken of meegemaakt hebben, als je die dan ook nog maar zo'n gelukzalig moment kunt geven. Wow. Sorry, maar dat is voor mij een grote geluksfactor. Dan, zeker. Nee? Mensen gelukkig maken. En dan dat horen dat je die gelukkig maakt, dat is toch iets fantastisch. Ik zou dat elke dag van mijn leven willen, om eerlijk te zijn. Ja, dat is zeker. Ja, dat waren 2 mooie verhalen. Ik heb er kippenvel van. Alle 2. Ja, dat zal niet die tissues hier op de dingen ook. Was die tissues hier? Nee, we gaan over naar de voorlaatste vraag. Ja. Vreugde voel ik voor. Iedereen voelt wel eens vreugde voor iets. Tot zo. Welkom terug bij Jill. Vreugde voel ik voor. Aisha, waar voel jij heel veel vreugde voor? Dat kan van alles zijn. Oh ja, ik tracht zo positief mogelijk in het leven staan. Dus ik voel eigenlijk vreugde voor vele dingen. Maar als je dan, hoe moet ik zeggen... Mensen, we zitten nu in moeilijke tijden, hè? Jammer genoeg, door heel de corona-heisen. Mm-hmm. Maar houd vasthouden, maar dat zowel ikzelf als de mensen rondom mij nog altijd vrij gezond zijn. Daar voel ik dan immens veel vreugde voor. Mm-hmm. Dat we nog altijd nog een keer kunnen buiten komen. Dat we, weet wel, met onze bubbel, maar dat we toch nog eens samen een keer een lekkere delivery ook kunnen bestellen. Ja, we kunnen niet meer op restaurant gaan, maar goed, we leven gewoon in een stad in Antwerpen, dus leuk dat er daar delivery bestaat. Dat we toch zo nog wel een keer af en toe een gezellige avond kunnen beleven. En voor mij dan, vreugde voel ik vooral. Ik heb het daarnet nog, ik ben nogal een warm persoon. Ik ben een familiemens. Ik ben dat ook doorheen de jaren geworden. Voor uiteraard voor mijn partner, voor Miguel. En trouwens ook voor zijn dochter vanmorgen. Ik kan een voorbeeld geven. Valentina vertrekt naar school. Ze was al helemaal klaar. Ze staat in de gang met haar boekentas. Ze stond klaar en ze komt zo nog een keer terug. En ze komt zo nog een keer zo met een pruilipje naar mij. Zo van... Nog een keer een knuffel en zo nog een minuutje samen zijn. Dat is echt vreugde. Dat zijn van die geluksmomentjes die onbetaalbaar zijn. Ja. Dus daarvoor voel ik zeer veel vreugde. Dat is mooi. Ja. Zo mooi. Ja, jij vertelt dan wel zo. Ja, ik zeg zelf zo bij open. Meestal kom ik er zo tussen, maar bij u is altijd zo van... Huh? Ja, wauw. Oké. Okay. En Jill, waar voel jij vreugde voor? Ik vind dat heel mooi gezegd. Inderdaad, in de corona nu zeker voel ik vreugde voor hele kleine dingen. Voor als de zon is schijnt en dat je dan met je hond buiten kunt gaan lopen. Uw kerstboom opzetten. Absoluut. Nu. En inderdaad, ik voel eigenlijk wel vreugde. Sommige mensen zullen dat misschien ietsje minder voelen. Om heel het met je partner samen te zijn. Ik vind dat wel plezant. Dat doet ons goed. Wij persoonlijk, dat doet ons goed. Ik heb er ook nul problemen mee om met mijn partner samen... Soms doe ik ook s'avonds in de zetel 3 uur na een stuk naar tv te zien en we zeggen geen woord tegen elkaar. Ja, dat kan eens leuk zijn. Hè? Ja. En dat is wel zo van die dingetjes. En inderdaad, gezondheid, dat is natuurlijk het belangrijkste op de wereld, denk ik. Als je dat niet bent, dan heb je niks. Dan kun je nog al het geld in de wereld hebben. Dan kun je nog de bekendste persoon ooit zijn. Het maakt niet uit dat je niet gezond bent. Dan zeker in elke show. Gezondheid is nummer 1. Is nummer 1. Absoluut. Zoals de trui van Aisha zegt. Ja, healthy and rich. En good looking. The 3 keys om happiness te hebben. Ja, alleen. Dus dat zijn van de dingen waar je gelukkig van wordt. Oké. Okay. Ja, dan gaan we alweer over naar de laatste vraag. Dit is zo leuk en gezellig. Zo jammer. Ik wil er nog. Ja, ik vind het ook leuk. Ja, en het gaat zo heel vlotjes. Zo. Ik vind het tof. Ja, dat is. Dus de laatste vraag. Ik hoop een toffe afsluiter. Oeh. Als ik superrijk was, kocht ik. Ben heel benieuwd. Tot zometeen.
Welkom terug bij Jill. Alweer de laatste vraag, jammer genoeg. Als ik superrijk was, kocht ik? Ik ben heel benieuwd naar het antwoord van Jill. Als ik superrijk was? Ik zou vooral de ondernemende mind dat ik heb, investeren in de dingen die nog in mijn gedachten liggen. Dat ik nu even natuurlijk on hold zet om verder te innoveren met Bikini Body en dan nu mijn nieuwe lijn Comme elle et lui. Maar dan zou ik de projectjes die ik in mijn hoofd heb eigenlijk allemaal afwerken, denk ik. Ik denk dat ik ook wel een goed doel zou supporten. Want ik doe dat nu ook. Ik heb nu zo'n een virtuele adoptiehond. Henk heet die. Die heeft 3 poten. Och, ja, echt waar. Schattie. Oh. Ja, dus dat is wel erg. En die heeft dan geld, maandelijks geld nodig voor operaties. En die heeft dan speciale zorg nodig eigenlijk. Dus ik ben heel hard een persoon die dat voor de dieren veel zou doen. En ook natuurlijk voor mensen natuurlijk. Hè. Voor moeders, doe heel veel altijd mijn kleren weg. Ja. Dus ik zou zoiets willen steunen. Een shelter ergens. En, of een school ergens bouwen. Whatever, dat zou ik wel graag tweede doen. Angelina Jolie zo. Dat zou ik echt wel graag willen doen. En natuurlijk, als je natuurlijk echt een lotto wint, dat je zegt van ik kan met al mijn vriendinnen en al mijn vrienden, want dat zou ik heel belangrijk vinden. Als ik heel veel geld heb, dan zou ik dat echt wel willen delen met iedereen. Heel meepakken. Genieten met z'n allen. Niks is leuker dan genieten met je vrienden. Absoluut. Een grote jacht. Iedereen, jij en dan tas, alles is geweldig. Hey, schrijf dat schrijf op. Alsjeblieft, schrijf dat op. Vrijdag is er een neuromiddel van 130 miljoen euro. Ja, schrijf dat op. Oh my god. Ja, dus dat. Mijn rijkdom delen, dat zou ik, dat is mijn key. Leuk. En jij, Aisha? Wat zal jij kopen? Het laatste wat Jill zegt, ben ik van dezelfde mening. Ik denk dat ik ook zelf wel een deler ben. Als ik superrijk was, dan kocht ik dan... In eerste instantie moest gezondheid te koop zijn. Dan zou ik zeer graag voor eeuwig gezondheid kopen voor de mensen dat ik graag heb en die dat dicht bij mij staan. Eigenlijk voor iedereen, weet je. Dat wens ik iedereen toe trouwens. Maar verder, ik heb over die vraag niet zo goed nagedacht als ik superrijk was. Een goed doel steunen, wat Jill daarnet zegt. Absoluut, je kunt daarin investeren. Maar dat is zoiets, moesten ze mij morgen vragen. Aisha, je zou die man die terminaal ziek is, je zou die met iets gelukkig kunnen maken. Ik denk dat ik dat nu al zou doen. Ik moet daarvoor niet superrijk zijn. Dat is ook maar goed, waar, ja. Ja, ja. Dat is, maar goed, als ik superrijk was, dan kocht ik. Als we het dan over materiële zaken hebben... eigenlijk in eerste instantie een magazijn. Alles wat wij willen, dat gaan we ons dan kopen. Ja. Dan zou ik ook zeggen, weet je wat, nu is het soms een keer te kijken als je vliegt. We vliegen in economy. En dan als het een keer kan, of wat de prijzen goed staan. We gaan dan een keer business vliegen. Maar ik ben toch iemand die dat met de paplepel heeft ingekregen om te tellen en te rekenen in mijn leven. Ja. En dan zou het allemaal niet meer op kunnen. Zou ik zeggen, een jet. Een jet erbij. Ja, een jacht. En weet je wat, schat, deze maand, jij wilt naar daar. Goed, de kinderen, jullie willen daar. Ja, die nekken gaan ook heel blij zijn. Die zou dat zeker leuk vinden. Ja, sowieso. Dan zouden we kunnen doen. En laten we dat we willen. Maar eigenlijk denk ik persoonlijk dat we allemaal niet mogen klagen. Ik zeg altijd, er zijn altijd mensen die het iets minder hebben. Zeker. En ben ik eigenlijk wel gelukkig met hetgeen wat ik nu heb. Tuurlijk, dat is ook het allerbelangrijkste. Ja, oké, als je dat geld van de wereld hebt, leuk, je kunt van alles doen. Maar eigenlijk, als je er al voor werkt en je hebt al een klein... Elk geld maakt wel gelukkig, maar niet het gelukkigst. Gezondheid is nummer 1. Ik begon ook hier mijn antwoord op jouw vraag met gezondheid. Waarom superrijk zijn... Ook mensen die superrijk zijn, komen te sterven, kunnen door hun gezondheid in de steek gelaten worden. Dus vandaar dat ik zeg, ik superrijk ben en ik kan gezondheid kopen. Dat in eerste instantie. Ja. En dan daarna pas al de rest. Ook weer zo mooi gezegd. Zo mooi. Maar ik vond het een heel mooie show. Ja, met mooie woorden. Heel mooie dingetjes. Ja? Dus voor het af te sluiten, dank jullie wel dat jullie hier allebei waren. Ik vond het echt super mooi verwoord ook jullie. Ik wist ook niet dat jullie allebei... ik ken u nu wel, Jill. Maar zo, dat jij ook zo'n heel gevoelig en angstig persoon bent. Ik vind dat wel... Ook de mensen die kijken en die jou kennen... Die zullen wel denken van... en Jill, altijd zoals gezegd, zo op Instagram en grote mond een beetje. Maar leuk, op een leuke manier. Dat is waar, maar niet zo dat klein hartje. Dus dat is wel leuk dat je daar dan... zo over kunt praten met dat spelletje. En bij u hetzelfde, hè? Ja, ik wist wel, jij bent wel een heel, ik denk, een zacht persoon. Ja, absoluut. Ik ben dat ook geworden doorheen de jaren, hoor. Toen ik jouw leeftijd had, dan zat er daar ook meer poer achter. Dat gaat naarmate dat je ouder wordt, dus chill. Ja, dat gaat je wordt rustiger. Nee, ik vond het superleuk dat jullie hier samen waren. Ik hoop jullie thuis dat jullie het ook leuk vonden en dat jullie volgende keer weer kijken naar Chill.